In deze Roger ziet Sterren een band die er eigenlijk net pas is. Leuke nieuwe plaat uit, even, lekkere hit is dat, leuk radioplaatje, veel goed radio, daar past het prima. Ik ga kennis maken met de band Sommieu. En Camille zit naast me. Camille, Sommieu, dat is een, een, een uh, Nederlandse band met een Frans tintje? Uh, met, een, met een Frans naampje. Frans naampje alleen, oké. Okay. Ja, ja. Uh, niet per se met een Frans tintje. Ik ben, ik ben zelf, mijn verre familie is Frans, maar uh, die naam kwam, kwam leuk uit jij betekent uh, alles geven wat je hebt en het uh, beste uit jezelf halen. Uh, en dat voelde voor mij, in, zeg maar, waar de nummers over gaan, voelde dat kloppend. Het, uh, vandaar. En dat is ook wat jullie doen, hè? alles geven? Uh, zeker, ja dat, ja, dat probeer ik wel altijd te doen. Ik, ik, uh, ik, ik bouw als ik een podium af ben gekomen en ik het gevoel heb dat ik dat niet gedaan heb. Jullie komen uit Den Haag zijn met z'n vieren. Even een rondje langs de band doen. Hm? Even een rondje langs de band doen. Oh, de bandleden bedoel je? Ja? Wie uh, wat doet en zo? Ja, we hebben, vind ik is Shen van der Cooi. Uh, die speelt uh, SPD, dus een sample pad. Er is drums op. Uh, en dan hebben we Timo Prins, die speelt basgitaar. En Brister, maar onder mijn broertje die uh, speelt ook op sample pads. Dus uh, het is één grote elektronische uh, bende. Aha. <laughs> ja. En jij nog, hè? En dan ik nog. Ja, klopt. Ik speel gitaar en ik, uh, ik zing. Gitaar en zang. Als je jullie muziek omschrijft, uh, je zei het al een beetje electropop, is dat een beetje dan de sound terug naar de jaren tachtig? Uh, nou ja, er zitten heel veel invloeden in, denk ik. Het, het grappige is dat het uiteindelijk allemaal al die liedjes zijn begonnen als soort kleine ingetogen akoestische songs. En um, daar heb ik een soort elektronisch randje omheen gegooid en daar zitten zeker wel ethisch invloeden in. Ik denk meer bijna richting een soort Paul Simon-achtige dingen en whatever. En ik heb daarin gewoon eigenlijk twee kanten van mezelf... een soort van uh, bij elkaar proberen te brengen. Uh, ja. nou, oké. Okay. Jij bent een beetje bedenker, oprichter van de band? Ja, zeker. Het, is, het, ja, het leuke is dat dit eigenlijk... Ik heb altijd in bands gespeeld en, en in rockbandjes vooral. En, uh, deze liedjes zijn allemaal eigenlijk ontstaan... in, in een periode waarin ik wat minder goed met me ging. En ik ineens heel veel in mijn eentje aan het schrijven was. En er ineens hele kleine... ...acoustische liedjes uitkwamen. Dat, dat, nou, ik wist eerst niet zo goed hoe ik daarmee moest. En um, toen ben ik er een beetje omheen gaan bedenken wat ik wilde. Want ik wilde niet per se een soort. die volgende singer-songwriter zijn die in zijn eentje met de gitaar op het podium staat. En mm -hmm. uh, zo is de rest van de band door mee gekomen. En is eigenlijk de hele sound ook van, van wat Sommier nu is uh, ontstaan. Dus. Uh... je zegt net uh, een periode toen het niet zo goed met me ging. Het gaat nu wel weer goed, gelukkig. Yeah. Uh, wil je daar iets over zeggen? Wat, 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 wat was er mis? <laughs> nou, ik uh, ga een periode waarin ik. Uh, heel veel uh, nah, behoorlijk depressief ben geweest. En, um, maar wat heel goed is geweest, ik heb daarin wel heel erg een soort van, klinkt allemaal heel cliché, maar mezelf een soort van leren kennen en ontdekt. En daarin hebben die liedjes ook heel erg geholpen. Dat zijn, die liedjes zijn eigenlijk allemaal een soort hindsight dingen en perspectief. En ik heb me heel erg uh, in die songs uit die periode kunnen schrijven. En dat, dat was heel fijn. Dus daarom zijn die liedjes ook niet per se, gaan ze niet allemaal per se over. Hele depressieve dingen, maar meer eigenlijk juist over daaruit komen en naar mezelf kijken. Alleen durven te zijn en oké, okay, durven te zijn met mezelf zonder dat ik daar iets voor nodig heb. Hoe vervelend en rot die periode dan ook was, het is dus ergens goed voor geweest. Zeker weten, ja. Zonder die periode was ik niet geweest wie en waar ik nu ben. Dus dat, dat is heel, heel fijn. En de drie andere mannen om je heen en toen was er de band Sommieuw. Ja. Landelijke bekendheid ook uh, via de collega's van 3, Series Talent. Ja, ja, dat is heel fijn. Dat, uh, die, die hebben van het moment één uh, gesport, dus dat is echt heel leuk. En nu, ja, nu net 3FM mega geworden, geworden, dus is dat echt heel gaaf. En, nou ja, ja, het is heel simpel in Nederland. Gewoon als, als, als iets alternatiever bent je, uh, is het gewoon heel fijn als 3FM aan je zijde staat. Dus dat, dat is, uh, ja, daar ben ik super dankbaar voor. Dat, uh. ja. Nou, met een theatertour uh, bezig. Uh, festivalletjes al geboekt voor dit jaar of niet? Uh, ja, ja, we hebben er ook al een paar hele leuke gedaan. Paaspop, were the we Wildfingstar. Nu kan je in de nacht in Daag. Uh... Ah, je bent niet verleerd. <laughs> nee, zeker niet. Die gaan we ook altijd zo blijven doen. Maar. Ja, dat moet, dat, dat moet ook, ja. <laughs> ja. En um, we doen um, op 5 mei doen we er twee, volgens mij: Haarlem en Zwolle uit mijn hoofd. Mm -hmm. en dus, uh, ja, verder weet ik niet heel precies wat er allemaal staat, maar er staat een hoop, hoop leuke dingen. We spelen deze maand 15 keer. Dat is zo bizar, dus onderdag. Dus, uh, dus dat is echt, echt heel leuk. Ik, als, als dat zo door blijft gaan, dan, uh, dan gaan we een leuk jaar tegemoet. goede toekomst voor sommige paar singles uit. Even is nu de nieuwe. Waar gaat Even over? Uh, Even is eigenlijk heel erg een afsluiting voor een... Uh, ik heb een lange relatie gehad toen ik best wel jong was. En daar ben ik goed van in de war geweest. En uh, um, dit nummer is eigenlijk een beetje een afsluiting van dat hele ding, gewoon het laatste fucking liedje... wat daarover gaat, gewoon... ja, nu is het klaar geweest. Ja, door. Dus dat belooft heel wat voor als Ivan dadelijk voorbij is... wat er dan gaat komen. Uh, ja, zeker. Ja, het is ook grappig. Ik merk ook dat nu de nieuwe nummers die ik aan het schrijven ben... dat die... Uh, juist omdat ik nu ook... gewoon het gaat gewoon goed en uh, dus ineens ook... dat mijn nummers iets minder autobiografisch zijn... als in dat ze minder over mij gaan... maar meer over mijn blik op... Alles om me heen of zo. Mm. Dus dat is wel leuk. Daarin veranderen ineens dingen. Dus dat is wel. Uh, ja, nu nieuwe, nieuwe, nieuwe nummers bezig. Waarin ik ineens merk dat ik. minder naar mezelf aan het kijken. ben... maar meer naar de, de buitenwereld of zo. Dus dat is wel. Uh, dat, is, dat is wel leuk om te zien. Oh, Oké. Okay. Nu een paar, uh, paar singles, zei ik al uit. Dus dat is onderweg naar een EP. Misschien een album? Uh, ja, ja, we hebben eigenlijk net besloten dat we eigenlijk gaan lekker de komende tijd. gewoon singletjes uit gaan blijven brengen. Alla de Beatles gaan uh, gaan gaan. Dus uh, onder eén twee maanden gaan weer een nieuwe tune droppen. Oh, top. Ja. Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk, want het maakt voor mij alles een soort van actueler, weet je wel? Ik heb heel vaak als je een album maakt dan ben je daar heel lang mee bezig en um, stop je heel veel tijd en energie en, en die songs die gaan ergens over en die staan ergens voor en maar op het moment dat je dan die songs uitbrengt uh, zijn, is het eigenlijk weer, ben jij er alweer klaar mee, weet je wel? En is het voor jou al niet meer een soort actueel ding? Um, en dat is met gewoon liedjes uit blijven brengen, ben je constant ben jij waar het publiek ook is, weet je wel? En dat, mm. dat vind ik wel fijn. En, um, ja, en, en ik heb nu gewoon nog de, de sound van de band, is nog zo veranderlijk. We zijn nog, het is letterlijk nog echt zo'n zoektocht. Ontdekkingsreis. Ja, zeker. Dus daarin, uh, op het moment dat we een album uitbrengen, is het meteen zo van: Yo, dit is wie we zijn. En met die nummers, losse nummers kunnen we echt nog soort elke keer even weer van: Hé, hey, maar dit zijn we ook, weet je wel? Dat, mm. Dus dat vind ik wel leuk. Een soort. Uh, ja, echt een ontdekkingsreis. Ja, nou, te gek. Dus ja. dat belooft een mooie tijd te worden voor Sommier. Ik vond het super om even met je te kletsen. Doe ja, het goed oké, uh, aan, do. aan de rest van de band. Will do. De rest van de band. En uh, ja, we houden contact. Zeker weten. Dankjewel Camille. Dankjewel ja. Sommier. Ja, bedankt. Cheers.